geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, mensen op de publieke tribune en in het bijzonder familie, vrienden en bekenden van Ria Juling, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 12 juli 2016. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van de heer Mulder, de heer Odink, de heer Botter, de heer Bakhuis, de heer Dogger. En dan ben ik volgens mij bijna compleet. Maar bij de afwezigheid van Ria gaan we direct bij aanvang van deze vergadering stilstaan, wou ik voorstellen. Er zijn twee sprekers. De heer Rijn Jonkhans namens de fractie van de Partij van de Arbeid zal het woord tot onze raad richten. En daarna zal ik als burgemeester van de gemeente Hardenberg ook het woord tot u richten. Omtrent de afwezigheid en het verlies van Ria Juling. Ik wil het woord geven aan Rijn Jonkhans. Van achter het spreekgestoelte. Geachte familie Juling, geachte gemeentebestuur en overige aanwezigen. Gisteren hebben we in Balkbrug afscheid genomen van Ria. Vandaag gedenken we haar in de raadsvergadering. Ria was sinds 1981 lid van de Partij van de Arbeid. Het was de tijd waarin het kabinet ging bezuinigen en hervormen als reactie op de oliecrisis. Een tijd van stijgende werkloosheid. Vanaf 1986 was Ria actief betrokken bij de Partij van de Arbeid. Eerst in Averest, later in Hardenberg. Ze vervulde diverse bestuurstaken, was bijna 20 jaar raadslid, waarvan bijna 2 termijnen als fractievoorzitter. Ze was een betrokken, maar geen kritiekloos lid van de Partij van de Arbeid. Met name de laatste jaren wederom een tijd van bezuinigingen, hervormingen en stijgende werkloosheid, gaf ze dikwijls aan grote moeite te hebben met de gekozen lijn in Den Haag. Vanaf dag 1 dat ik Ria leerde kennen binnen de partij, stelde ze je op je gemak en had persoonlijke interesse in je wel en wee. Dat was niet alleen in de fractie, maar ook in de raad. En in contacten met mensen van verenigingen van plaatselijk belang en sportverenigingen die bij ons in de fractie op bezoek kwamen of waar we op bezoek gingen. Ook na afloop van een pittig debat zocht ze dikwijls haar opponent op om zich ervan te vergewissen dat de relatie niet was verstoord. Het ging haar immers om de zaak en niet om de persoon. Het is gisteren ook al enkele malen gememoreerd, maar bij Ria ging het om mensen. Mensen voor stenen. Ria was een echt mensenmens en daardoor zeer sfeergevoelig. Als de sfeer in de fractie naar haar gevoel niet goed was, had ze daar de pest over in. De volgende keer maakte ze dat bespreekbaar door zichzelf ook kwetsbaar op te stellen. Dat, gepaardgaande met haar scherpe observaties, humor en haar chronisch goede humeur en vermogen om over zaken heen te stappen, zorgde ervoor dat we als fractie weer als eenheid verder konden. Dat deed ze ook als ze in de coalitie onevenwichtigheid bespeurde. Dikwijls bracht zij verband in de coalitie door sfeer en gevoelens te benoemen en bespreekbaar te maken bij haar collega-fractievoorzitters. Daarmee dwong ze respect af. Betrokken met een warm kloppend sociaal-democratisch hart, dat was Ria ten voet uit. Ze stond midden in de samenleving, wist wat er speelde in de gemeente door een grote dossierkennis, ervaring en een scherp geheugen. Ze had daardoor als geen ander door hoe de hazen liepen in de raad en ze liet zich niet van de wijs brengen. Ze kon deze betekenis voor de samenleving hebben, mede dankzij een hechte basis van waaruit ze opereerde. Ben, de kinderen en kleinkinderen waren een vaste waarde. Ze genoot van de familieuitjes en bezoekjes van haar kleinkinderen. En we konden enorm genieten van de prachtige verhalen wat haar in haar rol als oma met de kleinkinderen overkwam. We wensen Ben, kinderen en kleinkinderen kracht om dit verlies te dragen. Dames en heren, de PvdA en het bestuur van de gemeente Hardenberg verliezen een bevlogen fractievoorzitter en een betrokken raadslid. Beste Ria, goed gang. Het gaat je goed. Op woensdag 6 juli kreeg ik en met mij een aantal andere mensen hier in dit gemeentehuis het droevige bericht dat Ria die ochtend was overleden.
Het overlijden van Ria heeft mij, maar heel veel mensen met mij, bijzonder geraakt. We herinneren haar als een hartelijke en betrokken persoonlijkheid met een groot rechtvaardigheidsgevoel, zoals op de rouwkaart staat. En dat klopt, want Ria was een hartelijk persoon. En vanaf januari 1997 was ze raadslid voor de Partij van de Arbeid, eerst in de toenmalige gemeente Averreest en vanaf 1 januari 2001 in de gemeente Hardenberg. En tijdens haar raadsperiode heeft ze meerdere malen als fractievoorzitter voor de fractie van de Partij van de Arbeid opgetreden. Ria was actief en betrokken, zoals we dat dan zeggen. Maar veel meer nog. Ze was, als het om de positie van zwakkeren in de samenleving ging, bijzonder gedreven zelfs. Ze vond dat iedereen in de samenleving recht had op een fatsoenlijk bestaan en een volwaardige deelname aan onze samenleving. En vrij recent nog, op 17 mei van dit jaar, echt heel recent eigenlijk nog, vond hier in het gemeentehuis een themabijeenkomst plaats over sociale woningbouw. En die bijeenkomst was een initiatief van Ria. En het thema sociale woningbouw was bij uitstek ook haar thema. Zij vond het belangrijk dat voor alle inkomenscategorieën er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn of zouden komen. Daarnaast was Ria vorig jaar nog op 18 augustus benoemd tot Nestor van de Raad. Een titel die ze volgens mij met hele gemengde gevoelens in ontvangst nam destijds. Want van de ene kant was ze best wel een beetje trots op, maar van de andere kant, en dat zei ze ook toen, het woord Nestor, ja, dat klonk toch wel een beetje oud eigenlijk. En zo voelde zij zich absoluut niet. Ze was niet alleen, ze was jong van geest, en ze was ook gewoon jong. En tijdens de laatste raadsvergadering van vorig jaar gaf zij in haar rol als Nestor van de Raad voor de eerste keer een terugblik op het voorgaande jaar. En dat deed ze op een fantastische wijze. Want naast humor, heel veel humor in die toespraak, was het ook respectvol. Maar alle fracties werden op die manier mooi op de hak genomen. En ook het college van BMW werd niet ontzien door Ria. Ria was woonachtig met Ben in Dedemsvaart. En naast haar belangrijkste rol in dat gezin, Ben, de kinderen, de kleinkinderen, combineerde ze haar politieke werk met een baan bij de woningbouwcoöperatie Woonconcept. Maar daarnaast was ze ook nog buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze was eigenlijk, en dat hoorden we gisteren ook bij de herdenkingsdienst, een ontzettend bezige bij. Maar de laatste paar maanden begon ze zich steeds iets minder fit te voelen. En dat was niet voor iedereen even manifest in het begin, maar mensen die veel met haar omgingen, hadden dat wel in de gaten. En aanvankelijk bleek met een flinke darmontsteking te zijn, maar gelukkig niet iets kwaadaardigs. En groot was de schok toen enkele weken geleden bij haar toch die verschrikkelijke ziekte werd geconstateerd. Ze lag voor behandeling hiervan sinds kort in het ziekenhuis. Eerst hier in Hardenberg en daarna in Zwolle. En daar kreeg ze ook haar eerste chemobehandeling. Chemobehandeling die nog langer zou duren en waarvan toch wij ook dachten van, daarna is Ria weer bij ons terug. Maar helaas heeft ze die tijd niet gekregen. Op 6 juli is Ria overleden. De fractie van de Partij van de Arbeid verliest in Ria een zeer betrokken en ervaren volksvertegenwoordiger. En haar familie, jullie, verliezen in Ria een ontzettend lieve vrouw, een zorgzame moeder en een trotse oma. En wij allemaal hier verliezen een fantastisch mens. Namens het gemeentebestuur van Hardenberg wil ik jou, Ben, de kinderen en de kleinkinderen heel veel sterkte toewensen bij het verwerken van dit enorme verlies. En ik zou iedereen hier aanwezig willen vragen om voor zover mogelijk te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van Ria Juling Nijhuis. Dank u wel. Ik schors de vergadering tot nader orde.
geachte leden van de raad, dames en heren, ik heropen de vergadering van de raadsvergadering van dinsdag 12 juli 2016. Wij zijn gebleven bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Is er behoefte om de agenda te amenderen? De heer Reiling en mevrouw Hof. De heer Reiling. Ja, ik ben iets te snel over agenda punt 1, maar ik wil nog graag een mededeling doen. Ja, dat kan ik zeggen. Ja, heeft u helaas. Het punt is voorbij, maar ik stel voor dat we dat doen zo aan het einde. Dan ga ik eerst naar mevrouw Hof om de agenda even. Want gaat het over de agenda zelf of niet? Nee. Dank u wel. Dan ga ik eerst naar mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag, of wij zouden graag, de aanbiedingsbrief van de Rekenkamercommissie even op de agenda willen zetten. En wel om het volgende. Het is een brief gericht aan de Raad. Wij maken uit stukken op dat het college de aanbevelingen overneemt. Maar het lijkt ons goed als we dat ervan uitgaan dat de andere fracties daarmee instemmen. Maar dat we ook formeel vastleggen dat de Raad de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie overneemt. Ja, het college neemt de aanbeveling van de Rekenkamer over. En u zegt dat wil de Raad zelf ook doen. Dat we dat bekrachtigen op deze manier even formeel vastleggen dat ook de Raad daar... het is volgens mij ook een brief gericht aan de Raad. Ja, dat klopt. Akkoord. Dat doen we aan het eind van de bespreekstukken. En dan wordt de regionale samenwerking jeugdzorg 6a en 6b de bestuurlijke reactie op het rapport. En kunt u daar iets bij aangeven? 6b, bestuurlijke reactie, Rekenkamer. Akkoord. Anderen niet over de agenda. De heer Reiling in tweede instantie, zullen we maar zeggen, bij de mededeling. Ja, dank u wel, voorzitter. Op 21 mei hebben we als raad een informatieronde gehad over veiligheid met onder andere de brandweer en de politie. De casus Alex was daarop volop in beeld. Op donderdag 20 juni werd een pand van ons in Deerensvaart getroffen door een valwind. De melding die ik van de bezorgde buurvrouw kreeg, Alex, je moet even bij het pand gaan kijken. Er liggen plafondplaten op het dak. Op het moment dat ik bij het pand aankwam, had de brandweer al een afzetting opgetrokken en werd de Julianastraat afgesloten. Aan de buitenkant leek de schade in eerste instantie mee te vallen, maar van binnen was de schade aanzienlijk. Door die valwind werd het platte dak ruim een halve meter opgetild. Losliggende stenen en een pilaster die aan de bovenkant gescheurd was. De afzetting was absoluut noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Terugkijkend ben ik aangenaam verrast door de inzet van de brandweer en de politie. Het verliep allemaal vlekkeloos en het gevaar bleek op de juiste wijze te zijn ingeschat. Politie en brandweer, mijn dank en de complimenten voor dit optreden. Akkoord, dank u wel. In de combinatie als raadslid een ervaring opgedaan naar aanleiding van, of tenminste, daaraan voorafgaand een bijeenkomst over veiligheid gehad, die overigens een heel andere casuïstiek betrof, maar ook dezelfde naam had, Alex. Zal ik zorgen dat de complimenten, voor zover ze niet worden gehoord vanavond, worden overgebracht aan de hulpverleningsdiensten. Die avond, voor de goede orde, zijn er tientallen brandweermensen in het gebied van Hardenberg, Palkbrug, Omme in de weer geweest om de schade op te ruimen. Waarvan akte. Dank voor de compliment. Niets meer over de agenda. Dan kunnen we dit punt vaststellen. En gaan we naar het spreekrecht bij de agendapunten. Daar heeft zich niemand voor gemeld. Akkoord. Actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering 28 juni 2016. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Akkoord. Akkoord. De bespreekstukken van vanavond. Dat zijn er nu twee geworden. Agendapunt 6a, de regionale samenwerking over de jeugdzorg. Wie zou ik daarvoor het woord mogen geven? De fractie van de ChristenUnie, VVD, D66. De fractie van de ChristenUnie, de heer Wiltz. Voorzitter.
Voorzitter, allereerst bedank ik de wethouder voor de memo over dit onderwerp. En de ChristenUnie-fractie is akkoord over de instemming met de regionale samenwerking op het terrein van inkoop, jeugdhulp en contractmanagement voor de duur van 1 jaar. Daarnaast zien wij als ChristenUnie over de wat-vraag voldoende mogelijkheden om veranderingen en verbeteringen aan te brengen in de derde regionale bijeenkomst van begin september. En in de discussie over de visie op de jeugdzorg, waarover op dit moment al een concept ligt, en in de herijking van de samenwerkingsafspraken in het derde kwartaal van 2016. Tot zover, bedankt. Kort, dank u wel. De VVD-fractie, de heer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag wordt van ons gevraagd in te stemmen met het verlengen van de regionale samenwerking op het terrein van inkoop, jeugdhulp en contractmanagement voor de duur van 1 jaar. Het belangrijkste argument om dit proces nu in gang te zetten is dat de continuïteit van de zorg moet worden gewaarborgd. Als VVD-fractie ondersteunen we dit argument van harte. De noodzakelijke zorg dient te worden gewaarborgd. Met betrekking tot de inkoop hebben we nog wel 1 aandachtspunt waarbij we de wethouder willen vragen daar klip en klaar een reactie op te geven. In de memo van de wethouder staat dat wij nu besluiten dat de BVO gaat inkopen, niet wat de BVO gaat inkopen. In het najaar staat de evaluatie en besluitvorming van de samenwerking op de agenda. De letterlijke tekst uit het raadsvoorstel, mocht die afweging ertoe leiden dat u de samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken anders wilt organiseren, dan kunnen uw keuzes vanaf 2017 geëffectueerd worden. Vraag 1. We besluiten nu om de continuïteit van de BVO met in ieder geval 1 jaar, 2017, te verlengen. Maar hoe verhoudt zich dat tot de tekst uit het voorstel? Mocht die afweging ertoe leiden dat u de samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken anders wilt organiseren, dan kunnen uw keuzes van 2017 geëffectueerd worden. Volgens mij is dat een beetje in tegenstrijd tot elkaar. Vraag uitleg. In de tweede vraag, als we in het najaar de evaluatie en de regionale visie vastleggen, dan worden wij niet gehinderd door afgesloten contracten? Dat waren mijn vragen. Akkoord, dank u wel. De fractie van D66, mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben even in verwarring, want ik ging even uit. Normaal gesproken doen we dit vanaf de spreekgesloten deze ronde, toch? Ja, maar omdat de laatste vergadering voor het zomerreces is, even vanaf de plaats zelf. Prima. De eerste zin van mijn opening was helemaal precies hetzelfde als die van de VVD, dus die sla ik over. Ik ga snel verder. De fractie van D66 betreurt het enigszins dat deze beslissing genomen moet worden nog voordat de visie voordat het visietraject afgerond is. Het visietraject beoogt knelpunten en aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen aan te pakken. Door nu al in te stemmen met de verlenging van 1 jaar, zullen de mankementen die in 2015 en begin 2016 geconstateerd zijn, ook nog in 2017 aanwezig zijn. Een gemiste kans om verbeteringen te realiseren wat ons betreft. Wij zijn van mening dat er voldoende ruimte moet zijn voor lokale initiatieven en voor innovatieve projecten. Op dit moment zien wij die ruimte nog onvoldoende ingevuld. We vragen de portefeuillehouder dan ook om ons te schetsen hoe hij denkt dit laatste te kunnen waarborgen binnen het huidige voorstel. Tot slot, in aansluiting bij de VVD, de continuïteit van de zorg is van groot belang. Cliënten zijn gebaat bij rust en duidelijkheid. Zeker de kwetsbare groep die afhankelijk is van de jeugdhulp. Dat is de reden waarom D66, ondanks de geschetste onvolkomenheden, in zal stemmen met dit voorstel. Akkoord, dank voor uw bijdrage. Ten slotte de fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie vindt dat je lokaal moet regelen wat lokaal kan en regionaal wat noodzakelijk of beter voor onze inwoners is. We zijn tevreden met het feit dat in de regio IJsseland het voornaamste doel, de zorgcontinuïteit voor onze inwoners, in het eerste jaar van de transitie is behaald. Om deze reden zullen we ook nu instemmen met de start van het inkoopproces van regionale zorg door de bedrijfsvoeringsorganisatie. De Partij van de Arbeid zal het visietraject met stakeholders met belangstelling volgen.
en in het najaar een integrale afweging maken over de verdere regionale samenwerking de komende jaren. Speerpunt voor onze fractie is het vinden van innovatieve maatwerkoplossingen die passen bij de transformatie en nieuwe financieringsafspraken met zorgaanbieders die dit mogelijk zouden moeten maken. Wat ons betreft ook in 2017. En kort, dank voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid. Constateer anderen geen behoefte hebben om te reageren op dit moment. Zijn er nog een paar vragen van de fractie van de VVD en een deelvraag van D66 over de continuïteitsvraag en het vervolg zeg maar, rondom het traject 2017. Het woord is aan wethouder De Vent in zijn rol als plaatsvervanger van de heer Jansen. Dank u, voorzitter. Ik heb getracht u met een memo die u van mij heeft gehad inderdaad vorige week duidelijkheid te scheppen in wat er precies van u gevraagd wordt. Want er was wat verwarring over. Het kwam ook omdat het volgens mij de koppeling lag naar de evaluatie van de BVO. Om duidelijkheid over de conceptvisie, zoals de heer Wiltz heeft verwoord. Nou, u heeft nu de tekst en uitleg gekregen. U heeft ook de conceptvisie gezien. Het geeft ook een beetje een indruk van waar we met de jeugdzorg naartoe willen. En welke discussiepunten er zijn regionaal en lokaal. Ik kom zo bij de vraag van meneer Reiling, maar even reagerend op de opmerking van mevrouw Hansen. U betreurt het dat die beslissing is genomen. Ik denk dat juist dat het goed is dat we die continuïteit borgen. Want je kunt niet, dat zeg ik maar even heel duidelijk, bij zo'n grote transformatie na 1,5 jaar verwachten dat je de hele zaak andersom hebt gedraaid. Omdat juist die continuïteit vanuit die transitie is geborgd met deze stap. En wij willen heel graag toe in 2017 naar die vernieuwing. Dat hebben we ook nadrukkelijk gezegd. Dus ik heb ook de vorige keer aangegeven dat we in overleg met andere gemeenten bezig zijn om te kijken gewoon naar lokale projecten. Om te zien of we in de uitvoering en in geld nog dichter zeg maar, bij de zorg- en jeugdvraag te kunnen komen. En daar ook eigen lokale vrijheid in te creëren. Dat gaan we ook echt doen. Maar het moment is niet eerder dan nu. Je hebt eerst te zorgen dat de basis op orde is. En vanaf nu hebben we ook gezegd, we gaan niet wachten tot 2018... We gaan continueren in 2017, maar heel erg hard werken aan transformatie. Want dat is het grote woord wat nu voor ligt. Nu is de basis op orde. U heeft al kunnen zien uit de evaluatie dat het op zich in de uitvoering naar tevredenheid verloopt. Kan altijd beter. Maar als ik dat vergelijk, dan is het rustig, stabiel, met wel veel zorg en aandachtspunt. Maar we zijn er nog niet. Dat zijn we nog zeker niet. We hebben gezegd, we hebben vertrouwen in de stappen die zijn gezet. En nu moet het focus, het vizier gericht zijn op de verandering, de transformatie. Dat is een grote klus. En een grotere klus nog dan de transitie. En in die zin, de ruimte voor innovatie zit er volgens mij, is onderdeel van het inkooptraject ook wat nu voor ligt. Dan kom ik ook bij de vraag van meneer Reiling. Ja, we besluiten, ik heb het nadrukkelijk volgens mij in het stuk ook gezegd, dat we nu gaan inkopen. Dus het is de vormvraag, heel nadrukkelijk. En de inhoud, daar kom ik bij u op terug. Dus als ik dat zo mag vertalen, vorm en inhoud. Het zijn twee verschillende dingen. U zegt van ja, als we gaan evalueren in het najaar, hebben we daar geen hinder van afgesloten contracten? Volgens mij niet. Want we proberen ook juist nu de contracten ook voor 2017 die vernieuwing al in te brengen. En ik denk dat het belangrijke jaar voor ons wordt, en dat is niet om het vooruit te schuiven, 2018. Want in 2017 gaan we nog een keer verlengen. Maar die veranderingen, die transformatie, die komt echt op gang in 2018. En we willen daar naartoe werken al in 2017. Dat lijkt een lange periode, dat is een korte periode wat mij betreft. Maar we hebben het belang daarvan allemaal ingezet. Nu uw zin over 2017 geëffectueerd, ik kon hem even niet zo heel snel terugvinden, maar volgens mij heeft hier wat verkeerd beeld opgeroepen. Wat wij gaan doen nogmaals, is nu inkopen voor 2017. We proberen die vernieuwing en innovatie al mee te nemen in de contracten voor 2017. En in 2017 gaan we natuurlijk werken aan het moment van 2018. Want dit jaar wordt echt gebruikt in 2017 om ervoor te zorgen dat we de vrijheid en de mogelijkheid hebben om in te kopen met vooral de kleur lokaal. Daar gaat het om, wat mij betreft. Volgens mij, voorzitter, heb ik daarmee
mijn vragen beantwoord. En nogmaals, de focus van dit voorstel is continuïteit in de aanloop naar de vernieuwing waar u zelf straks nadrukkelijk bij bent. Akkoord. Dank voor de beantwoording van de vragen zoals die nog zijn. Kijk even rond of dat nog nieuwe aanmerkingen geeft. Dat is niet het geval, constateer ik. Dan wil ik aan u vragen of u kunt instemmen met het voorstel, maar niet nadat er nog de vraag aan de orde is geweest. Is er behoefte aan een stemverklaring voor dit onderdeel? Dat is niet zo. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voorligt omtrent de regionale samenwerking jeugdzorg? Akkoord. Akkoord, alle aanwezige fracties hier. Het voorstel is aangenomen. Agenda punt 6b. De bestuurlijke reactie van het college, maar eigenlijk ook geagendeerd door de fractie van de ChristenUnie. Maar eigenlijk vooral de aanbiedingsbrief van de Rekenkamercommissie zelf in de richting van de gemeenteraad. En daar ligt het zwaartepunt. Ja, het is... dank u wel. Toen wij dit op 19 april bespraken in de oriënterende ronde, lag er nog geen bestuurlijke reactie van het college. En toen is er ook door de raad geen formele stellingname genomen. Kijk, het college heeft toegezegd dat ze de aanbevelingen uit de rapportage van de Rekenkamercommissie overnemen. Maar wij hebben dat als raad, en het is toch ook gericht aan de raad, nooit formeel zelf gedaan. Omdat het niet in een raadsvergadering is besproken en dus ook niet door de raad bekrachtigd. En dat is het enige wat wij graag nu in de raad even willen voorleggen. Er ligt geen concreet voorstel voor, zeg maar, om een besluit te nemen als raad. Dat zegt u dan, maar dat zou ook een alternatief zijn om dat met een voorstel terug te laten komen. U zegt, nou ja, dat is ook niet nodig. Maar u vraagt wel aan andere fracties hoe men erin zit. Ja, nou, het is even belangrijk, denken wij, dat het opgenomen wordt in de notulen van deze vergadering. Want die rapportage van de Rekenkamercommissie ligt er. De aanbevelingen worden overgenomen, maar als raad, of hij ligt niet formeel vast dat wij dat als raad, dat we daarmee instemmen. Dat we dat in de notulen van een raadsvergadering vast ligt. Dat is het enige waarom we dat nu... Ja, akkoord. Ik kijk even naar de andere fracties hoe zij daarop reageren. De CDA-fractie, de heer Van der Valk. Ja, voorzitter, het college wil de aanbevelingen overnemen, staat er in het stuk. En nu bij de agenda wordt gezegd het verhaal voor kennisgeving nog verder aan te nemen. Wij kunnen daarmee mee leven als CDA-fractie. En wij geloven ook best dat het allemaal goed komt, maar het is gericht aan de raad. Zowel de rapportage als ook de brief van de Rekenkamercommissie. En als raad hebben wij daar formeel nog niks over gezegd in een raadsvergadering. Ligt dus ook formeel in verslaglegging niets over vast. Nee, maar ik heb er nu zojuist iets over gezegd. U hebt er iets over gezegd. En ik denk dat wij allebei wel denken dat het wel goed zal komen. Anderen nog over dit onderwerp? Mevrouw Hansen. Nou, ik ben heel blij met het voorstel van de ChristenUnie. Het betekent ook dat wij in de toekomst even toch kunnen de vinger aan de pols kunnen houden of de aanbevelingen inderdaad ook daadwerkelijk overgenomen worden door het college. En dan doen wij ons werk goed. Punt. Akkoord. Anderen die daar nog iets over willen zeggen? De heer Jonkhans, nee? Ja. We hebben eigenlijk niks aan toe te voegen. Heel goed dat u het even hebt geagendeerd, zodat we daarmee dit ook kunnen afronden. Ja. Akkoord. Ik constateer dat het inderdaad goed is dat we even expliciet hebben stilgestaan bij dit agendapunt. Dat u heeft aangegeven, nou dan hebben we toch in deze raad even besproken, zij het dan via deze manier. Er ligt niet een raadsvoorstel voor, hè. Dat zou een andere optie zijn geweest. Maar u mag er ook vanuit gaan, volgens mij dat is goed gebruik in deze gemeente en dit gemeentebestuur, dat wat college zegt, dat het ook opvolging krijgt. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Dus dat heeft u in de brief ook gezien. En vanuit uw controlerende taak weet ik ook dat uw raad daar ook op zal toezien. Dus dan is dat op die manier ook weer geborgd. Bij deze wou ik het onderwerp dan ook afronden en afsluiten. Dank. Dat brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Agenda punt 7. De nieuwbouw van de professor Wateringschool inclusief een aanvullend krediet. U kunt daar nog een stemverklaring over afleggen indien u daartoe de behoefte heeft. Dat is niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met het voorstel zoals voor ligt voor nieuwbouw? Alle fracties hier aanwezig, alle aanwezige raadsleden stemmen in.
met de nieuwbouw voor de professor Wateringschool aldus besloten. En daar zijn mensen op de publieke tribune heel erg blij mee, constateer ik. Maar ik denk niet alleen de vertegenwoordigers van het onderwijsveld, maar vooral ook de leerlingen die nu nog in het oude gebouw zitten en straks volop kunnen genieten van een mooie nieuwe plek. En dan komen wij ook daar graag weer op bezoek. Prima. Dank. Ik zal me niet voorstellen om de vergadering te schorsen voor dit. Nee. Agenda punt 8. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Sluis, Rezenweg, omgeving Biffelen. Behoefte aan een stemverklaring? Is niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Algemene stemmen aangenomen. Akkoord. Agenda punt 9. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Peppelweg, omgeving Rezen. Stemverklaring? Niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord aangenomen. Agenda punt 10, de lijst met ingekomen stukken tot en met 29 juni 2016. Geen vragen. Lijst van afdoening. Daarmee kunt u instemmen. Brengt ons bij de rondvraag van vanavond. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Ik kan me voorstellen dat er nog behoefte is om gebruik te maken van de rondvraag. Fractie van de ChristenUnie, het CDA. Ik begin bij de fractie van het CDA. De heer Breukeman. Ja, we komen natuurlijk twee keer aan bod vanavond, gelukkig. Dus, de eerste vraag is niet alleen namens de fractie van het CDA, maar namens meerdere fracties. En dat gaat over het glasvezel in het buitengebied, waar de 50% behaald dient te worden voordat dat doorgang kan vinden. En dat is natuurlijk van groot belang ook voor de leefbaarheid in ons buitengebied. Nou, we begrepen dat we nog niet helemaal op het juiste spoor zitten. Vandaar dat wij even met de vraag zaten van, kunnen wij hier als raad of als gemeentebestuur nog iets mee? Kunnen we nog actie daarin ondernemen? Misschien kunt u daarop reageren. Ja, dat wil ik doen. Wij zouden Janssen verantwoordelijk portefeuille houden. Maar wij hebben vanuit het college ook gezegd, we hebben er een groot belang bij. Iedereen, de bevolking heeft er belang bij. Het grote buitengebied wat we hebben als Hardenberg, om aangesloten te worden op het glasvezelproject. Daar word ik volop aandacht aan besteed, maar we constateren ook dat het percentage op dit moment, vandaag, actuele situatie, op 33% staat. Het begint in de laatste dagen wat aan te trekken. En vanochtend is bekend geworden dat Twenterand het met 50,8% net gehaald heeft. Dus we zien ook dat hoe noordelijker je komt in het Kogasgebied, want Kogas is verantwoordelijk voor dit project, dat hoe noordelijker we komen, des te moeilijker het percentage van 50% wordt gehaald. En wij liggen nog noordelijker. Dus we hebben ook wel enige zorg, maar tegelijkertijd zijn we ook positief dat de Hardenbergers op het laatste moment ongetwijfeld nog in beweging komen. Want ook ik vind het van het grootste belang dat we dat buitengebied vitaal houden. En dit is eigenlijk een soort basisinfrastructuur die we heel hard nodig hebben. Om dat gebied ook aantrekkelijk te houden naar de toekomst toe, maar vooral ook om economie, leven in het buitengebied, ook in dat grote buitengebied van Hardenberg erin te houden. 33%. Er gaan nog veel acties gebeuren er in de laatste dagen, dus dat is ook goed om te melden. Morgen en vandaag ook al, vandaag is er een mailing weer huis aan huis verspreid, maar ook morgen komt er nog een brief namens de vertegenwoordigers van de dorpsbelangenorganisaties. Huis aan huis wordt die verspreid om mensen vooral aan te sporen om deel te nemen. En we realiseren ons ook dat we niet alleen via het internet kunnen communiceren, want daar wordt wel redelijk veel over gecommuniceerd, maar dat het ook belangrijk is om bij de mensen aan de keukentafel te zitten. En ook dat gebeurt. En ook in de brievenbus op papier gewoon een aanbod te doen. En wat heel belangrijk is, er zijn ook tal van lokale verkooppunten. Eigenlijk in elk dorp, elke kern is er wel een verkooppunt waar mensen zich ook kunnen laten informeren. Dus ik doe ook hier een oproep om, mensen moeten hun eigen keuze maken, maar om zich vooral ook te laten informeren over het belang en het nut van aansluiting van glasvezel in het buitengebied. Ik heb er nog steeds goede hoop op dat we in de laatste 5 dagen die ons nu nog resten,
dat we erin zullen slagen die 50% te halen. Maar dan moeten we alle hands aan dek zijn. En ook morgen gaan de plaatselijke belangvertegenwoordigers weer bellen. En ook de gebieden waar het rustig is, want ze hebben daar zicht op. Die informatie krijgen ze van Koolgas. Gaan zij ook nog weer huis in huis mensen benaderen. Maar ja, ook een oproep vanuit het gemeentebestuur, denk ik, om mensen in ieder geval... informeer u over het belang om zich aan te sluiten bij glasvezel in het buitengebied. Ik weet niet of dat voldoende antwoord is op uw vraag. Kijk even naar de heer Brugman. Akkoord? Akkoord, dank u wel. De heer Nijhoff had ook een vraag. Voorzitter, de CDA-fractie ontvangt signalen van het veelvuldig niet functioneren van het pontje bij de Zwiezenborg. Onze vragen zijn, is de portefeuillehouder hiervan op de hoogte? Wat zijn de oorzaken en wat wordt eraan gedaan? We hebben daar te maken met een bijzonder mooi plekje Hardenberg. Tot stand gekomen via een goede samenwerking tussen onder andere de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Mensen worden er ook naartoe verwezen. Dan kan het toch wel teleurstellend zijn en zeker geen promotie dat het pontje het laat afweten. Vorig jaar heeft dit pontje ook de krant gehaald vanwege het halverwege de reis blijven steken van het pontje. Toen een scholierengebruik ervan maakte. Onze fractie moet het pontje het gewoon doen. Graag reactie van de portefeuille. Akkoord. Ik kijk even naar de portefeuillehouder die in dit geval gaat over de pontjes. Voorzitter, ik ben meer van de kilo's. Het klopt inderdaad... De pontjes vertonen nog al eens storingen. En ik heb even gevraagd aan de ambtelijke organisatie hoe het er nou precies mee staat. Maar bij aanvang, toen we met de pontjes begonnen, hadden we nooit de verwachting dat er zoveel mensen gebruik van zouden maken. En ik heb me laten vertellen dat in de 3 zomermaanden, juni, juli en augustus, het pontje bij Lozen door 10.000 mensen worden gebruikt. Dus het slijtage is veel groter dan van tevoren verwacht. Het was ingeschat dat hij als het seizoen voorbij was, dat hij dan weer even voor de revisie enzovoort in aanmerking kwam. Maar we moeten nu zelfs al tijdens het seizoen, moet er het nodig gereviseerd worden. Dat is niet goed. Dat onderkennen we ook. Daarnaast is er ook nog wel sprake van vandalisme. Dat is een tweede punt. En het pontje bij Lozen is ook... geschikt gemaakt voor mensen met een beperking. En daar zit de nodige software in. En die schijnt toch storingsgevoeliger te zijn dan van tevoren was verwacht. En het laatste, dat is een afspraak met het waterschap. Zoals je op de, volgens mij een paar weken geleden zei. Beide pontjes zijn uit de vaart gehaald. En dat heeft te maken met een hoog- en laagwaterprotocol wat we samen met het waterschap hebben. Als het water te hoog is en de stroming te heftig, te snel... Dan is het gevaarlijk en dan wordt hij uit de vaart genomen. Mensen worden dan wel met borden en zo vooraf geïnformeerd. Er is afgesproken dat na het seizoen, dat er eens even een grondige evaluatie komt van het aantal storingen. En hoe kunnen we die zo goed mogelijk verhelpen dat we in het seizoen dit soort dingen niet meer tegenkomen. Maar het belangrijkste, en dat heb ik ook als eerste punt aangegeven, is toch wel dat het... het gebruik overtreft alle verwachtingen en daardoor ontstaat dus meer slijtage dan van tevoren bevroed. Akkoord, dank voor de uitleg. Heeft ook geen nadere toelichting meer nodig. Dan ga ik naar de fractie van de ChristenUnie, die er stelt staan. Ik heb het antwoord op mijn vraag zojuist gevonden, dus ik wou die beurt weer teruggeven aan u. Akkoord, prima. Dat brengt ons bij de sluiting van deze vergadering. Niets meer aan de orde zijnde, sluit ik de vergadering van dinsdag 12 juli 2016. Daarmee ook de laatste vergadering voor het zomerreces. Ik wil u allen een goede en rustige vakantie toewensen. Lekker uitrusten en dan zien we elkaar eind augustus in deze politieke arena opnieuw weer. Goede vakantie gewenst, de vergadering is gesloten.